En daar komt hij aan hoor. Kijk, de eerste kussen. De eerste kus is natuurlijk voor de familie. En zijn zusje. Ze hebben elkaar allemaal al gezien, maar ze zijn zo ontzettend blij. Christian, je wordt helemaal gek geknuffeld, hè? Ja, dat is abnormaal. Ja. Echt. Ongelooflijk. Heb je überhaupt al gezien hoe het huis eruit ziet? Nee, nu wel. Klein beetje. Nee, dat is supermooi. Echt. Hoe ging de reis? Ja, goed. Ja, voorspoedig. Ja. Lekker. En nu ben je hier? En dit gekke huis? Ja, ongelooflijk. Supermooi. Super trots. Echt. Niet normaal. En Frans Hoop is trots op jou, hè? Ja, ja, dat weet ik. Dat kan ik zien. Dus, nee, supermooi. Echt. Ongelooflijk. Hoe, heb je veel geslapen vannacht? Nee, 2 uurtjes, 3 uurtjes. Dus. En wat hier allemaal gaat gebeuren, jij slaapt vanavond helemaal niet meer, denk ik. Dat denk ik ook niet, hè. Nee. Hey, dat weet ik wel zeker. Yeah. Oh, kijk eens aan. Vader Kist, hoe is het? Goed. Ja, perfect. Beetje moe van de race. Terug. Maar verder de rest, ja, leuk, hè? Is die hele familie Kist zo kalm en koelbloedig? Dat weet ik niet. Dat weet ik mee wel. Ja, waarom niet dan? Ja, het is hier een gekke huis. Uw huis, zeker. Alles staat op de kop. Ja, zeker. Nou ja, straks nog gekker. Daar, bij het Oranjeplein. Doe even zo, dan kunnen we je ogen ook zien thuis. Ja. Ben je trots? Ja, zeker. Zo trots als een pro. Echt hoor. Ik ben echt trots. Ik kan toch niet anders. Wie had dit nu... ik had dat wel een keer verwacht. Maar niet zo snel al? Nu nog niet. 2013 wel. Ik verwacht, ik denk, dan pakt hij de leegzaamheid. Maar hij pakt hem nu al. Nou, prestatie. Geplaatst voor de boter en suiker heeft hij ze ingemaakt. Ja. Ja, Tony José, die had er gewoon een pak met CM2. Die laat hij nog terugkomen, dan maar de serie ook wel. Maar hij had gewoon CM2, moet ik weer zeggen. Maar ja, en je pakt hem toch. Ja, heb je gezien, dat zijn de bloemen van Barney, hè? Ja, je ziet ze aan. Dus, dat is een echte heer. Ja. Als we zo'n bloemen mag krijgen, dat is mooi. Echt. Maar hoe vind je dat je van Raymond van Barneveld zo'n mooi bloemstuk krijgt? Dat vind ik super. Echt, ik heb er geen woorden voor. Van zo'n man hoe dat wereldberoemd. En daar kreeg je bosbloem van. Dus, Ja, maar je vergeet hem. Jij bent nu ook wereldberoemd, hè? Ja, nu wel, ja. Ja. Ik besef het nog niet helemaal, maar dat komt later. Moederkist, u had net een klein traantje. Ja. Ik vind het heftig, dus ik geloof dat nu het besef komt of zo, ik weet niet. Dat nu pas duur drinkt van, hij is de wereldkampioen, ik kan er niet anders van zeggen. Ja, en dan staat er een heel speciaal vervoermiddel klaar voor Christian. De plaatselijke brandweer zorgt voor zijn ritje naar het Oranjeplein, daar waar hij gehuldigd gaat worden. Natuurlijk de sirenes. Moet je eens kijken, ze beginnen helemaal te springen en ze beginnen te klappen voor je. Dat is mooi. Nou, Christian, we hebben lang op je moeten wachten. Het is bijna 11 uur. En we staan hier met z'n allen voor jou. En we hebben er nog over getwijfeld, moeten we het wel vandaag doen? Want het is misschien te laat. Maar je ziet het, iedereen is gekomen, iedereen is voor jou gebleven. Want het is een geweldige prestatie die je hebt geleverd de afgelopen week. Je ging erheen met de boot. Je dacht, we zien wel waar het uitkomt. Maar... eigenlijk had je met het vliegtuig moeten, want je had hier vanochtend al moeten zijn. En ik wil namens het gemeentebestuur hem van harte feliciteren.
En dat ga ik op een manier doen zoals ook de oude Grieken dat al deden. En het is voor ons ben je de held, voor ons ben je de winnaar. Dit hebben we als gemeente voor jou. In eerste instantie wil ik iedereen bedanken hier, die hier gekomen is. Echt super, super blij. En ja, Ellen Norris wil ik in het bijzonder bedanken, wat die voor, allemaal voor mij heeft betekend deze week. Super. En Steven Sombergen, wat alles goed heeft geregeld. Niet normaal. En Dasa's, Michiel en Freek. Echt super, super mooi team. En de DVO. Ook allemaal bedankt. En de familie, mijn vader en moeder in het bijzonder. Mijn zusje, ja, noem maar op. Broer, tantes, familie, noem maar allemaal op. En Dikkie en Marijke. Ook super bedankt. Echt super. Ja, lang zal die leven natuurlijk!